Je ja, dan, kom komend seizoen hier uh, actief op het kasteel. Wordt uitgeleend door PSV. Ja, wat vind jij zelf van die stap? Ja, een mooie stap. Ik ben nu op de leeftijd gekomen dat ik uh, speelminuten moet maken. Dat ik me verder kan ontwikkelen. En uh, Sparta is daar de ideale club voor, denk ik. Waarom is Sparta daar dan uh, de ideale club voor? Ja, het is een club met traditie. Uh, ik heb met de trainer gesproken. Ik wil uh, voetbal gaan spelen. Dat is ook mijn stijl. en uh, Gewoon ook goede supporters. En dat uh, spreekt me wel aan. Je hebt al met Vrezen gesproken, dus daar kreeg je meteen een goed gevoel bij? Ja, ik heb met hem gesproken en hij gaf me ineens een heel goed gevoel. En hij heeft ook meegedragen bij de beslissing die ik uiteindelijk genomen heb. Het middenveld bij Sparta is natuurlijk al aardig vol. Met bijvoorbeeld de broeders Duarte en Brian Smeets, die ook onlangs werd aangetrokken. Ja, wat denk jij dat jij daaraan toe kan voegen? Uh, wat ik daaraan toe kan voegen. Uh, ik denk gewoon dat ik het inzicht heb om uh, voetbal oplossingen te zoeken. En uh, ja, de opbouw voor zorgen. En aanvallend ook mijn steentje bijdragen. En ja, het is misschien vol met het middenveld. Maar ik denk dat concurrentie je alleen maar sterker maakt. Ja, het wordt natuurlijk knokken voor je plekje. Maar daar heb je alle vertrouwen in. Ja, anders was ik niet naar hier toe gekomen, denk als ik. Ik kom hier niet voor hier op de bank te zitten, natuurlijk. Ik kom hier gewoon om te spelen. En dat er concurrentie is, ja, dat is bij elke club zo volgens mij. Dus ik uh, moet gewoon met leren omgaan. Komend seizoen uh, voor Sparta wordt natuurlijk. ja... Als we er nu naar kijken, een strijd tegen degradatie, ja, hoe kijk jij daarnaar? Hoe gaat Sparta ervoor zorgen dat ze in de Eredivisie blijven? Nee, ik denk dat als we onze selectie bekijken tot nu toe, er zullen misschien nog aankopen gedaan worden, dat weet ik niet. Maar ik denk dat we tot nu toe al een goede selectie hebben, die het in de Eredivisie zeker kan volhouden. En we gaan gewoon proberen voor het mogelijk. mogelijke. Vorig seizoen uh, al de nodige minuten gemaakt bij PSV. Uh, onder andere die uh, welbekende uitgoal in de laatste minuten, waardoor jij uh, PSV naar de drie punten schoot uh, tegen Fortuna Sittard. Had jij toen uh, voor jezelf de hoop dat dat jouw uh, definitieve doorbraak al bij PSV zou zijn? Ja, daar hoop je altijd op natuurlijk. Uh, ik kreeg in het begin van het seizoen veel minuten. En toen ja, raakte ik uh, geblesseerd. Toen uh, was ik iets meer dan een maand uit, en dat was misschien uh, niet op het ideale moment, kwam die blessure. Nee. Was het dan voor jou ook lastig dat jongens als Iataren en Sadilek later in het seizoen echt de kansen kregen? Ja, maar daar hebben ze ook hun best voor gedaan. Ik bedoel, ze hebben ook kwaliteit die ze zelf bezitten. En natuurlijk ja, het liefst wil jij daar staan. Maar ja, daar moet je dan op dat moment gewoon bij neerleggen. In hoeverre past dit seizoen Sparta dan in jouw uiteindelijke doel is dat nog steeds om basisspeler basis worden bij PSV? Ja, uiteindelijk wel. En ik denk, zoals ik net al zei, dat Sparta de ideale club is om me daar door te ontwikkelen. En dan uiteindelijk de volgende stap te maken bij PSV. Nu we het toch over PSV hebben. We komen aardig wat jongens tegen hier. Dirk Abels, uh, Laros Duarte, uh, Mohamed Raji, uh, Lassana Feijes, sven Lee Alberto. Uh, ja, is dat dan een weerzien met oude bekend? Ja, ik heb uh, met een paar nog samen gespeeld in de jeugd. Uh, en uh, bij jong PSV ook nog. Uh, ja, het is altijd leuk om de jongens weer te zien. Uh, we kennen elkaar goed van in de jeugd bij PSV. en Dat is altijd leuk. Heeft dat ook een factor gespeeld uh, uh, in de keuze voor Sparta? Uh, pff, niet per se direct, maar misschien in het achterhoofd speelt het wel mee dat je toch al veel jongens kent uh, die hier spelen. En het is altijd wel leuk, Het is makkelijker om uh, in te passen in het team. En dan kom het seizoen, uh, kijk je denk ongetwijfeld naar uit, om samen met de jongens uh, ja, weer binnen het veld te staan? Ja, inderdaad. Uh, we hebben het in de jeugd vaak genoeg gedaan en nu kunnen we het opnieuw laten zien, maar dan bij Sparta.